Hallo, ik ben Denise en heel erg welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. En het is vandaag de grote dag, want Rutger en ik gaan namelijk samen weer opnemen voor het Songfestival. Wij gaan onze favorieten en dit jaar ook jullie favorieten nadoen. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin om dit op te nemen. Al mijn verkleedspullen staan weer klaar, pruiken, dingen die we nodig hebben, benodigdheden voor de clips. En die neem ik dus allemaal mee naar Rutger, dus doe een duimpje omhoog als je net zoveel zin hebt in deze video als ik. En vergeet natuurlijk niet te abonneren hier beneden. Doe dat even, het is gratis en heel makkelijk en snel. En dan ben je altijd op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En let's go! Oké, je bent er. Ik zie er heel leuk uit, maar dat komt... Ja, een beetje suf. Ons haar zit niet goed, want we beginnen met... Ja, Israël of zo, met alle pruikscènes. Ja, dus dan hoef je je haar natuurlijk niet te doen. Nee, dat is zonde. Ik heb wel mijn borsthaar gedaan. Oh, hè? Dus we gaan even koffie en thee drinken om een beetje energie op te doen. En dan gaan we van start. Terwijl Rutger even het greenscreen ophangt, heb ik even al onze kleding hier uitgestald. Zo georganiseerd waren we nog nooit. Dit is mijn kant. En hier in het midden ligt de slang voor Waylon. Die hoed is voor Rutger. En deze jurk ook voor Israël. Dus ik hoop dat die past. En ik kleed me even om naar Israël. Tada! Heel lauw. Goed gelukt, toch? Ja. I'm not your toy, not your toy. We hadden even wat greenscreen troubles, want mijn pak is natuurlijk niet ja, te zien. Ja, dom. Dus nu beginnen we even met Rutger en dan doen we mijn shot voor de witte muur. Let's go. Ja. Bak hem bouwen, zegt ze dan. Ja, één keer moet ik de pak doen en dan... Ja, ook. We're rolling. We're rolling. Het moet wat meer uit mijn gezicht allemaal. Zo zit de capuchon eigenlijk goed. Dus als je het zo kan laten, moet ik een schuifspeld halen dat hij zo blijft? Ja. Heel eng zie je eruit. Echt? Ja, dat is wel eng, toch? Ja. Ja, dat was leuk. Nou jongens, Israël staat erop. Het is ref. En mijn haar zit al helemaal, zeg maar niet, omdat we... Nee, klaar voor Noorwegen zit het. Heel gezellig, zoals hoe je het vroeger had. Ja, inderdaad. Nou, daar gaan we. Waarom duurt het zo lang? Thomas! Ja. Liv, ben je zover? Ja, ik moet nog een shoot doen. Nee, geef niet. Ja, en muziekinstrumenten aanbeelden. Jabba dabba hey! All day long! All day long! Wat ben jij nou? All day long! Dat was heel raar. Sorry, ik deed gewoon expres. Dit ongeluk ging er. Nee, het ging opeens naar mijn... We merken dat we een lege maag krijgen, dus we gaan even lunchen. En heeft iemand nog wat leuks te vertellen? Nou, ja. Nee, je zei leven, hè? Laat ze leven. Laat me op, baby, come on, and look closer.
wat zit ik hier te doen te swingen gewoon? Is dat? Even dit allemaal weer raar. Ja, dat is niet echt te krijgen. Daarom deed hij sokken aan. Ja, dat is toch allemaal. Dat ligt allemaal hier op de grond. Ja, op zijn bedbol. Maar hij zit helemaal vast. We got it. Volgende land. Waar blijft Waylon? 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 Hey, Denise. Hi. Wow. Kijk hem. Het is totaal niet Waylon, of wel? Nou, wel hoor, met die slang. Oh ja, door de slang is het Waylon. Nee, maar moet die pruik anders? Gewoon nee, andersom. Nee, hij zit juist goed. Je ziet hem niet. Nee, kan wel, denk ik. We hebben alles donker gemaakt voor Zweden. Ja, ik wil echt nog sneller hebben dan dit. Echt wel Frans. We gaan België doen. Heel eng shot dit waarschijnlijk. En er is een bepaald lichtstraaleffect. Alleen dat is een beetje lastig te maken met de zon, want de zon schijnt niet. Dus we hebben nu met de iPhone en een gordijn. En Denise ligt op de grond, heel charmant. Dus dan gaan we het zomaar doen. En het werkt een beetje. En ik hoop dat het weer nu... lukt. Ja, ik ook. Zo. Before it all. Maar hij moet even zien hoe ze, er, hoe ze ligt. Ja. Wow. Ik trek die dicht. Het net was die goed. Shit, ja. Before we know. Ja. Top. Nou, dat hebben we toch best grappig opgelost. Ja. Oh, mooi. Ja. Heel nauw. Helemaal gelukt, per ongeluk, een geweldig idee. En Zweden is nog niet helemaal klaar, nee, hè? Nee, klopt. We doen nu dingetjes door elkaar. Ja. Oh, een mixtape. Mixie. Oké. Nou, goed. Ja. Is dit ook een rap? Zo, ik word helemaal ineens... Ja, België is denk ik ook een rap. Ja, leuk vond ik het dat je het deed. Ik ook, het viel mee. Ja, ik had er geen zin in deze eigenlijk. Ik ook niet, maar hij is leuk van geworden. Van tevoren dacht ik dit is een soort suf, maar ja. Het was heel goed gelukt. Leuk, en nou mag ik mijn leukste jurk aan. Hey. Oh. Of nee, eerst Zweden nog, ja, toch? Ja, oké, eerst Zweden. Zo, we zijn inmiddels buiten, jongens. Ja. Voor het eerst. Ja, daglicht. Ja. En we gaan nu het tweede deel van Zweden opnemen. Ja, een beetje bij graffiti-achtige muren. Ja, urban. Zo, we hebben mooie witte outfits aan. Whitney. Wauw. Oh, kijk. Helemaal licht geef ik. Mooi. En waar gaan we heen? Naar een parkje? Naar het park. Naar de paleistuin. Heerlijk met dit weer. Zo, we zijn gearriveerd in de paleistuin. En ik ben hier nog nooit geweest. Het ziet er fantastisch uit. Heel mooi is het. Een sprookjestuin. Oh. Prachtige bloemen overal. Jammer als je de tekst niet weet. Ja, die stond erop. Maar misschien, jongens, moeten we daar bij het paleisje daar zo. Maar dan? Ja, dan pakken we wel de spullen. Misschien wil Amalia wel helpen. Oh ja. We hebben de opnames moeten staken. Ja, het is opgeschort. We schuilen onder een boom. Echt heel hard regent het. Ja. Maar echt heel hard. De opnames worden stilletjes hervat. Broek. En het regent nog steeds.
dat we dit ooit hebben gedaan. Nou, ik hoop dat het waard is. We waren helemaal nat geregend, maar we hebben even lekker gegeten. Heerlijke sushi. Ja, en ik ging voor een gezonde snack. En waar gaan we nu nog naartoe? Ja, naar het zand. Het strand. Oh. Naar de woestijn. Ja, even naar de woestijn. Ik wil niet verklappen dat het niet Nevada is. Nou, maar het is wel echt de looks van Nevada, hoor. Zo. En we gaan nog romantisch nog door de stad lopen. Dansen. How romantic. Dansen. Even uitwaaien na deze hete dag. Heerlijk. Kijk eens even dat landschap, ja, van Whalen. Whalen. Arizona, hoor. Heel mooi. Outlaw, win hem. Nou, doe je pruik maar op. They're multiplying. You better shape up. Everybody's got a little outlaw in them. Zo, dat is echt heel nep. Ja. Ik beweeg hem gewoon een beetje zo sissend. Oké. Okay. Zo is die goed. Ja, dat is leuk zo. Heel eng. Oké. Okay. Hey, luid toch, jongens? Ja. Nou, helemaal goed. Ik zie Richard nu helemaal meezingen. Scooby-dooby-dooby-dooby-dooby-dooby-dooby-dooby. Is ze aan het gaan? Als Richard het ziet. Hij kijkt alles, hoor. Laatste buitenlocatie van vandaag voor Ierland. Oh ja, en Rutger en Thomas zijn de hoofdfiguren van dit land. Heel goed. Deze stuk duurde zo lang. Nou jongens. Met Ierland zijn we tot het einde van deze film gekomen. Wat een dag was dit. We hebben 12 uur lang opgenomen en eigenlijk zijn wij nu nog niet klaar. Nee, want we moeten nog het praatgedeelte. Wat je zeg maar ziet, dat gaan we nu nog doen. En het is nu 9:30 s'avonds hier. Ja. Real time. Ja, ja, ja. Maar we hebben er zin in. En mocht je nou het eindresultaat willen zien, dat kan natuurlijk bij Rutger. Ja. Daar kan je de fantastische clips weer zien. Niet die normaal. We gemaakt. Sensationeel goed. Check ook een shout-out naar Rien voor het filmen vandaag. Echt heel erg bedankt. Dus check het even in de beschrijving en hierboven. En abonneer op Denise, want ze heeft bijna de 100.000. Ja, eindelijk. Doe met je alles. Met hup. Alles. Gewoon. Met alles. Bedankt, Rutger. Nou, jij bedankt. Het was me weer een eer dit jaar. Eer. En ik hoop dat we zo meteen nog ons spookspel kunnen doen.